Iedere week op Gamersnet een nieuwe vraag om te beantwoorden met de hele redactie. En dat is, jawel, een vraag die jij aanlevert. Of nou ja, in dit geval was het een YouTuber genaamd FTV Games.nl. Die stelde ons de vraag, welk ras of welke groep uit een game zou je nooit tegen willen komen? Leek een beetje op de vraag van vorige week waarin we het juist hebben over de rassen die we zouden willen zijn. Dus we hebben een PC aangepast. We gaan het hebben over de personen uit games die wij niet in het echte leven tegen het lijf willen lopen. Dit zijn de gasten uit games die wij nooit willen zien in ons echte leven. Here we go. Dit is Goeie Vraag. Wie ik sowieso nooit in het echt tegen zou willen komen. Nou ja, sowieso lijkt het me fucking kut om überhaupt elke antagonist uit een game tegen te komen. Want ja, die mensen hebben slechte intenties en die maken vaak mensen dood. En ja, dat lijkt me gewoon jammer. Maar iemand die me ook echt heel kut lijkt om tegen te komen is Kratos uit God of War. En waarschijnlijk is Daniel nu heel teleurgesteld in mij, maar Kratos heeft een beetje hetzelfde effect op mij als wat de Hells Angels hebben. Het lijkt mij gewoon kut als je over straat loopt en een motor van een Hells Angels omstoot, dat je dan automatisch gewoon doodgaat. En dat heb ik ook met Kratos. Ik zou echt het idee hebben dat ik over eieren moet lopen. En als ik dan per ongeluk, ja weet ik veel, als hij van mij vraagt om koffie zwart en dat ik er dan per ongeluk dan melk in doe, dat hij dan zeg maar ja, met zijn blote handen mijn complete ogen indrukt. En dat, ja, vind ik gewoon geen prettig gevoel. Wat een ontzettend nare vraag. Want oprecht, over het algemeen hebben games alleen maar ja, protagonisten en antagonisten die we gaaf vinden om te zien en om mee te spelen. Maar inderdaad, als je het hebt over tegen het lijf lopen, dan zijn er wel een heleboel die je niet echt graag in het echte leven terug zou willen zien. Allereerst had ik een beetje te denken aan vooral bad guys, maar er zijn natuurlijk ook een heleboel gasten die om je heen zijn in een game die niet dope zijn om gewoon, weet je wel, een biertje mee te gaan drinken. Notabene een goede frag die we wel ooit hebben gehad, met wie wil je zitten? Nou, dit is een beetje het tegenovergestelde. Dus ik zat te denken, wat dachten we van de irritante personages? Denk aan een Claptrap. Heel leuk in de game, maar als die guy met jou meekomt op al je avonturen in het echte leven, stel je voor hoe rete irritant dat is. En mijn ultieme antwoord is natuurlijk ook iemand ja, uit Fallout 4, godsgruwelijk irritant. Over wie anders heb je het dan Preston Garvey? Jawel, de Minuteman die gewoon eens in de zoveel tijd in één keer jou weet te vinden en altijd aankomt met, hey, there's another settlement in need of your help. En ik denk van, ik heb jouw settlements al 28 keer gered. Laat me een keer met rust. Je kunt die guy notabene zeggen van, ga met me mee. Je bent mijn partner op al mijn avonturen. Nee, alsjeblieft niet. Want telkens als je die guy aanspreekt van, hey, zullen we iets ruilen? Is hij zo van, oh trouwens, ik heb nog een settlement voor jou. Kun je bevrijden? Zou fijn zijn. Ik zet het nu op je kaart. En het komt er ook niet meer vanaf totdat je het doet. Oh, en zodra je hem gedaan hebt, heb ik trouwens nog 28 settlements. Wat een ontzettende lul is dat, zeg. Dus goed, als ik iemand uit een game heb waarvan ik denk van die wil ik nooit in het echte leven tegenkomen. Sorry Preston, maar je bent echt een eikel. Hou eens op over die settlement. Serieus, echt. Mijn god, laat me gewoon mijn boerderijtje runnen in Fallout. Ik heb shit om te doen. Rot op. Ja, welk gamepersonage je nou echt niet tegen wil komen, is natuurlijk gewoon Doomguy. Doomguy uit Doom. Ja, dat is natuurlijk de meest verschrikkelijke guy om ja, sowieso als Martian tegen te komen. Als Mars monster, zeg maar. Maar ik denk dat je hem ook gewoon in het dagelijks leven niet zo heel graag tegen wil komen. Heel misschien is het ook wel gewoon een hele vriendelijke, guitige vent. Dat kan. Want ik denk dat Kratos eigenlijk ook best wel een toffe vent kan zijn. Een keer gewoon lekker een biertje mee drinken, lekker worstje eten, lekker een stukje steak. Maar ja, goed, met Doomguy, ik heb het idee dat je daar niet echt mee kan praten. Omdat hij vecht echt tegen enorme monsters. En daar komt natuurlijk adrenaline los, komt testosteron komt los. Ja, en die guy is gewoon niks anders gewend dan blood, sweat en tears. Zoals ze dat zeggen. Heel mooi. Bloed, zweet en tranen. Een nummertje van André Hazes, geloof ik. André. Ja, wij mogen Dre zeggen. Ja, die vent heeft zoveel adrenaline in zijn lijf. Niet André Hazes, maar Doomguy. Ja, dat je gewoon... Je kan niet eens normaal een kopje koffie met hem drinken. Ik denk dat hij gewoon een kopje koffie door je strot duwt en je ruggengraat er aan de andere kant weer uittrekt. Ja, het is allemaal niet heel fris, maar ja, dat is Doom ook niet. God, ik heb ook zin in Doom 2. Ik ga gerucht dat Doom 2 wordt aangekondigd door Bethesda. T3. Oh. Laat maar komen. Nou, dan merk je pas dat je niet met hem, dat je hem niet tegen wil komen in een donker steegje. Of überhaupt op een klaarlichte dag.
ik kan nu natuurlijk gaan voor het meest obvious antwoord en elke boze bad guy ooit noemen. Maar nee. Want bij die zou ik nog een beetje kunnen glimlachen. Bye! En wegrennen. Vaak zijn die sowieso echt veel te groot en ik ben echt zo klein, dus ik val niet op. Maar wie ik niet zou willen tegenkomen, of wie misschien mij niet zou willen tegenkomen, is die presentator van Buzz. Kennen we allemaal nog? Van die presentator die op die knoppen moet drukken van PlayStation? Die Quizmaster. Oh. Want ik zie me nou voor me dat hij mij de hele avond gaat achtervolgen, de hele nacht. En zelfs naast mij gewoon bij mijn bed flauwe grap gaat maken. Ik kan die man niet aan. Ik zou hem direct een klap verkopen. Dus als ik iemand niet in het echt zou willen tegenkomen, gewoon voor zijn eigen veiligheid, is dat die meneer van Buzz. Daar heb je het. De gasten die we niet uit kunnen staan in onze games en dus ook absoluut eigenlijk niet in ons echte leven willen hebben. Daar heb je het dan. Heb je zelf ook een leuke persoon of een leuke groep of een ras of iets waarvan je zoiets hebt van oh mijn god, die wil ik nooit in het echte leven tegenkomen? Laat het ons vooral weten. En natuurlijk, dit is een beetje het drijfveer van Goeie Vrek. Vertel ons een nieuwe vraag. Stel ons een interessante kwestie, zodat wij volgende week met jouw Goeie Vrek aan de haal kunnen. Heb je een leuke vraag? Laat hem weten. En natuurlijk, reageer ook gewoon op deze vraag. Wie zou je nooit tegen het lijf willen lopen? Dat was het voor deze keer. Ik zie jullie graag terug op gamersnet.nl. Tot snel. Dit was het voor Goeie Vrek deze week. Peace out.